18 personen zijn afgelopen zaterdag begonnen met de opleiding tot pandiet in de Senaat in Durham. Pandiet Nitin Jagbundan, die de voorzitter is van Senaat in Durham, zegt in gesprek met onze redactie dat hoewel de organisatie al 120 pandiets heeft, het verre van voldoende is om de gemeenschap te dienen. De aanwinst uit deze opleiding zal dan ook een druppel op een gloeiende plaat zijn. Het is daarom van groot belang dat de organisatie Senaat in Durham blijft werken aan het opleiden van geestelijken die het nodige werk kunnen doen. Naar schatting, wanneer wij 50 pandits nog bijkrijgen, zal dat ervoor zorgen dat alles, zeg maar, weet je, heel prettig kan gaan verlopen. Het lukt nog met het aantal 120, maar sommige pandits moeten bijvoorbeeld op hoogtijdagen 2 mandierdiensten doen. Begrijpt u? En, maar met nog meer pandits, men zegt niet zomaar hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus met een 50 meer, zeg maar, als er nog 2 van deze opleidingen komen met 15-20, dan zijn we dan tevreden. Maar natuurlijk hopen wij dat dat door voortgang mag hebben. Pandit Jagbundan geeft aan dat de religieuze beleving heel divers en groot is. Binnen de pandietopleiding zullen de deelnemers vooral geleerd worden hoe ze een religieuze dienst moeten verrichten thuis bij geloofsgenoten. Ook zullen ze de kennis bijgebracht worden hoe ze bepaalde rituelen moeten verrichten en leiden. Bij deze opleiding worden dus deze Brahmanen, dus dan pandits, worden dus dan getraind om karbakandis te worden. Dat wil zeggen het verrichten van deze geestelijke rituelen, deze rituele handelingen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken, dat ze deze rituelen kunnen leiden. En aan de andere kant worden zij ook klaargestoomd om ook lezingen te houden in de verschillende mandirs of de verschillende tempels. Zoals elke religie-denominatie in hun gebedshuizen dienst te houden. Ja? Waarbij dus ook lezingen erg belangrijk zijn. Zo worden dus dan, of zullen deze pandits ook klaargestoomd worden om dus deze religieuze diensten te leiden. We noemen het kathas te leiden. Pandit Jagbundan wijst erop dat de Senaat in Durham wel de opleiding verzorgt. Echter speelt de roeping van het individu een belangrijke rol bij het vervullen van een spirituele functie binnen de organisatie. Jagbundan zegt dat nog meer mensen zich waarschijnlijk zullen aanmelden voor deze opleiding tot pandiet. De deelnemers aan deze training zullen in diverse fasen, in een periode welke kan uitlopen tot 3 jaar, opgeleid worden tot volwaardige pandits.